Hey, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag spelen we een potje Domination op de map Rise. En Rise is een van de kutste maps. Eigenlijk ook niet, maar laten we het houden van een van de irritantste maps die in de map pack zijn toegevoegd. Simpelweg omdat er allemaal weggetjes in deze map zitten die gewoon irritant zijn. Waardoor jij ook dood kan gaan zoals ik nu ook ga. Omdat op verschillende kanten... Er ligt gewoon iemand op aan met team, maar je loopt er gewoon langs. GG teammate. Maar er zijn dus verschillende wegen waaruit je dus op de B-vlag uit kan komen. En dat is shitty. Waarom dat shitty is, is omdat je dan gewoon eigenlijk gewoon niet... de vlag kan pakken zonder gepakt te worden eigenlijk. Ja, mijn teammates hebben het nu gedaan, dus GG naar jullie teammates. Maar solo kan je dit gewoon onmogelijk doen. Zo jongen, je hebt geluk. Ik druk veel te vroeg op mijn reload knop. We gaan namelijk gewoon kijken of we ook de B-vlag kunnen defenden. Daar zijn we nu automatisch al mee bezig. Maar ja, lekker gezegd met Chesto. Oh, had hij een Q-dan? Ja, ik wist het. Jammer. We zijn jammer genoeg gecounterd. Get wrecked, ouwe. Hij had eigenlijk raak moeten schieten met die sniper, echt waar. Ik zag gewoon zo die kogel langs me gaan. Ik ben nog steeds niet beter. Maar ja, weet je, ik moet toch opnemen voor jullie, dus... Klein beetje hoe ze kan geen kwaad. Ze is in ieder geval een stuk minder erg. Jezus. Wat is dat dan? Oh, een dart. Ik krijg nou wat. Ik wist het serieus niet. Het is Lucy B, jongens. Let's go. Lekker teammate. Ik ben weg hier. Ik zie teammates naar A of enemies naar A gaan. Dat wist ik al. Nu niet meer. Oh, die Kuda, jongens. Ik ga eigenlijk weer een van deze video's met de Kuda spelen. Beloofd. En hij killt me nog een keer. Let's go, man. Nee. Ik ga niet switchen van wapen. Dat vind ik zielig. Want ik speel al in het begin met een KN of een HVK, sorry. Dan vind ik het zielig om te, bijvoorbeeld te switchen naar een KN of een Kuda. Dus dat doe ik niet. Ik blijf lekker met het wapen spelen waar ik mee speel. Maar ik mag hem wel oppakken. Jammer joh, jij met je firebreak. Oh, dan zit hij met een BRM. Ai, dat is zuur. We staan wel lekker voor, we hebben de B-vlag al heel de tijd. Dat is wel mooi. Jezus Christus, ik werd in mijn kont gepakt ook. Wat wou ik nou doen? Ik kon helemaal niks doen gewoon. Ja, het enige wat ik kon doen daar is doodgaan, wat er gebeurde ook. Maar ja. Wat zag je er ook gebeuren? Er komt hier een uit. Hoe weet ik dat toch allemaal, hè jongens? Dat heet een UAV. Oh, dat is een teammate. Never mind, Jezus! Hoeveel man stond daar binnen? Drie? Er stond gewoon drie man binnen, hè? Dat is fucked of veel. Maar ja, we hebben de B-vlag nog. Daar gaan we gewoon om in deze game mode. Domineren. En dan word ik in mijn rug gepakt weer. En dan word... Dit bedoel ik dus met die campspots, weet je. Deze map zit daar vol mee gewoon. Dat vind ik zo irritant. Daarom probeer ik deze map ook zo vaak mogelijk te skippen. Maar ja, ik moet hem even een keer spelen voor jullie. En dan krijg ik dit. Ja, we losen geen beam meer gelukkig. Let's go. That's how we rule. Yo. Jezus. Dat is echt fucked up irritant hoe we nu spelen, jongens. Wow, mijn score ook 19 om 12. Maar hey, ik speel gewoon om te defenden. Ik heb 0 captures, maar hey. I don't care, weet je. Ik speel gewoon voor jullie nu.
even om te showen hoe irritant deze map is. En ja, ze gaan er sowieso toch niks aan veranderen, maar deze map had veel beter gekund. Ja, echt waar. Het is ook, als je ook kijkt, het is best wel een redelijke map. Niet al te groot, maar het is ook niet heel erg klein. Laten we het daarop houden. Maar al die weggetjes, man. Net zoals, had dit weggelaten, hier. Dit had gewoon helemaal weggelaten kunnen worden. En dan dit ook, gewoon één. Fuck you. Gewoon één rechte weg. Maar dat is mijn mening, weet je. Misschien dat ze er ook nog ooit mee komen. Denk het niet. Want Treyarch haalt wel eens van die kutmaps erin. Zoals dit. Net zoals ook... ik kan me nog wel herinneren uit Black Ops 1, hoor. Dat ook heel veel... Of Black Ops 2, sorry. Black Ops 2 had ze natuurlijk ook mappacks gebracht. Sommige mappers waren daar ook gewoon heel erg kut in. Wat hou je nou maar eenmaal? Let's go, we hebben de B-vlag. Daar ging het mij even om. Wat hebben de enemies? Ik hoorde niet. De Guardian. Ik heb dat altijd, hè. Altijd. Fucking my life. Zo. Teammate, teammate, teammate. Let's go. Teammate pakt A. Never mind. Never mind. Ik ga ook weer dood door een Kuda. Wow, jongens. Wat hebben wij de laatste tijd? Van onze laatste tijd op deze DLC map. Op reis kan ik gewoon niet lekker spelen. Oké, teammate heeft een dubbelkruk. Ik weet niet of meerdere van jullie het hebben. Dat reizen echt gewoon niet mijn map. Dan ga ik ook nooit chill kunnen spelen, geloof mij nou maar. Kijk, net zoals die gangetjes, jongens. Oh! Jongen, 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 jongen. Ik haat deze map zo erg. Please, haal deze er gewoon uit ofzo. Dit was ook de eerste map die ik speelde toen ze uit waren, hè? Toen ik ze gedownload had, bedoel ik. Tjonge! Ik word gewoon helemaal gestrest van al die gangetjes! Echt waar! Je weet gewoon niet waar je moet kijken. Er komt er weer één naar deze gang, er komt er weer één naar die andere gang. Oh. Ik moet weer hoesten. Krak, sorry. Nou, kijk of de enemies hier zitten. Wat zitten ze? Komt hij met zijn BRM en nog eentje. Let's go. Kom maar. Let's go. Mooi zo. Betere timing kan je niet hebben. Ze hebben een UAV en kan een counter in. Ik heb een mooie Rolling Thunder. Ik sloeg hem expres neer, anders had hij me gezien. Dan had ik misschien dood geweest hier. Gewoon zo. Let's go. Heet dat je erin? Holy shit, get shrek, mate. Oh, teammate, dat zijn alle drie heerlijk, teammate. Good job. Oké, screw him. En
het potje zit er al op. Gelukkig. 45-18 is onze eindscore. We hebben toch nog wel redelijk wat neergezet op deze iets wat mindere map, laten we het zo maar noemen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als we de 80 gelijk kunnen hitten, lijkt me dat echt insane. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie weer morgen bij een gloednieuwe video in een nieuwe week natuurlijk. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Zoals ik altijd zeg, doei!